Welkom. Dit wordt een koude les. Hij gaat over gletsjers. Let op. Een gletsjer is net een enorme ijsbaan in een hoog, koud gebied. Grote pakken sneeuw vallen eeuwenlang naar beneden en drukken de onderste lagen tot ijs. Die ijsbanen kruipen en schuiven langzaam naar beneden en komen in warmere luchtlagen waar ze beginnen te smelten. Op dit moment smelten de gletsjers in hoog tempo. Dat komt door de snelle opwarming van de lucht en doordat het ook steeds minder sneeuwt in de bergen. Over 50 jaar zullen de gletsjers in Europa gesmolten zijn. In de Himalaya blijven de gletsjers waarschijnlijk nog even liggen, maar ze worden wel korter. De Zuidpool is een geval apart. Daar ligt een ijsmassa van meer dan 3 kilometer dikte. Het duurt 2.000 tot 3.000 jaar voordat dit ijs weg is. Maar smelten doet het.